Centrale coherentie, wat is dat? Er komen in het dagelijks leven enorm veel prikkels op ons af. Deze prikkels pikken we op via onze zintuigen. Deze prikkels komen in feite afzonderlijk onze hersenen binnen en worden op verschillende plekken in onze hersenen verwerkt. Maar daar blijft het niet bij. Wanneer de hersenen de signalen hebben ontvangen, wordt de informatie direct doorgegeven aan andere hersengebieden. Op die manier wordt de informatie uit de verschillende hersengebieden met elkaar verbonden. Door deze verbinding krijgt de informatie betekenis. Dat denkvermogen noemen ze centrale coherentie. Mensen met autisme hebben vaak een beperkte centrale coherentie. Een verstoring in de communicatie tussen de verschillende hersengebieden. Informatie van de verschillende zintuigen wordt niet goed met elkaar verbonden. En er ontstaat geen totaalplaatje. Daardoor krijgen voorwerpen en situaties onvoldoende betekenis. Een kind met autisme zou zomaar kunnen denken dat er een feestje is als de winkel met feestartikelen binnenkomt. Het beoordeelt de feestartikelen niet in relatie tot de winkel. Onze hersenen maken voortdurend keuzes in welke prikkels belangrijk zijn en welke niet. Er is een belangrijk filter aan het werk om details van hoofdzaken te scheiden. We selecteren de belangrijke informatie en gaan daarmee aan de slag. De minder belangrijke informatie wordt niet opgeslagen. Bij veel mensen met autisme werkt dit systeem van selecteren minder goed. Alle informatie wordt als even belangrijk opgeslagen. Elk detail is van even grote waarde. Als een kind met autisme gevraagd wordt een kilo appels af te wegen, dan kan het gebeuren dat het precies een kilo wil afwegen, niet ietsje meer. En ook niet ietsje minder. Als iemand het woord huis gebruikt, dan kan dat groot of klein zijn: van hout of van steen, met een puntdak of met een platdak. Maar we begrijpen in algemene zin wat met de categorie huis wordt bedoeld. We hebben de hoofdkenmerken van huis te pakken. Maar bij mensen met autisme zijn alle kenmerken van even groot belang. Er is geen algemeen beeld van huis. De voorstelling van het begrip huis komt moeilijk tot stand. Dat geldt ook voor de waarneming van sociale situaties. Iedere situatie voelt als nieuw en is iedere keer weer anders. Alsof het voor de eerste keer weer binnenkomt.